Ah, de ketel is warm. Ik zet de klep van de ketel open. Ik druk de rode olieknop links onderin in. En de olie begint nu in de ketel te stromen. Er zit verschil in het maken van zoete en zoute popcorn. Voor zoute popcorn pakken we het zoutschepje. Je vult hem tot aan de rand met zout en je strooit het over de mais. En daarna schud je het een beetje. Dit kan in één keer in de ketel. Ga je nou zoete popcorn maken, dan vul je de maatbeker weer tot aan de rand met mais. Je vult het suikerschepje met suiker. Zorg er wel voor dat de suiker niet klontert om bonken te voorkomen. De olie mengt zich met het mais, zout of zoet, afhankelijk wat je gekozen hebt natuurlijk. In 3 à 4 minuten is de popcorn klaar. Schep na het poppen de popcorn nog een keer door elkaar heen, zodat de eventuele niet gepopte popcorn door de kruimelaars kunnen vallen. Druk de knop rechts onderin van de kettle heat uit. De motor, die mag nog blijven draaien. De warmer, die zorgt ervoor dat de popcorn nog lekker warm en knapperig blijft. Als de machine klaar is met poppen, pak je de zwarte hendel. Je kantelt de ketel en maakt voorzichtig met de pollepel de ketel van binnen schoon. Houd de klep van de ketel nog even open, zodat de damp kan wegtrekken door de afzuiging. Gebruik nooit de slagpen als stootblok om de ketel te legen. Maar gebruik de pollepel. Nu we klaar zijn, zetten we de kettlemotor uit.